Hallo, welkom terug bij Vogelen met Limosa. De volgende vlog van mijn vakantie in Portugal die speelt zich weer af in het half open droge landschap van de Alentejo. En hier onder een enkele kurk zie je een groep schapen met daarop een hele groep koereigers. Koereigers zijn kleine reigers, echt de helft van een blauwe reiger, zijn nog kleiner dan een kleine zilverreiger. Ze zijn ook compact, hebben niet zo'n slanke lange nek zoals de zilverreigers of de blauwe reiger. En je kunt zien, ze hebben bruin vlekjes op hun borst en bruine kruin, bruin-oranje kruin en een gele snavel en gele geel-groene poten. In de broedtijd dan wordt die kruin echt oranje en die snavel wordt dan bijna roodachtig. Het is een behoorlijk algemene vogel in Zuidwest-Europa en ook wel in Oost-Europa. Hij blijft hier ook in de winter, dus hij trekt niet naar Afrika. En het is een koloniebroeder. En nou ja, ze zijn dus beroemd dat ze heel graag op de ruggen van vee meereizen. En dat vee, net als bij gele kwikstaarten, dat wervelt dan allerlei dieren en insecten op. En die eten de koereigers. Ze zijn niet erg schuw, dus je kunt ze vrij goed benaderen. Ze komen ook de laatste jaren steeds vaker in Nederland voor. Daar broeden ze nog niet, bij mijn weten. Maar ze worden inmiddels wel jaarlijks gezien in kleine aantallen. Het is een mooi klein reigertje. Een leuke soort voor je vakantie erbij. Deze groep grote vogels, ze lijken wel ganzen. Dat zijn echt grote vogels. Dat zijn de grote trappen. Het is een groep van een stuk of 10. En de grote trap is de zwaarst vliegende vogel in Europa. De koeritrap in Afrika is de zwaarst vliegende vogel in Afrika. En vrouwtjes zijn zo groot als grote ganzen. En mannetjes die gaan echt richting de knobbelzwanen. Ze zijn natuurlijk compacter zoals je kunt zien. Maar ja, het zijn echt hele grote vogels. En desondanks vallen ze niet erg op. Je ziet, ze zijn heel gecamoufleerd gekleurd met prachtige aardetinten. Wij hadden geluk dat we ze zagen vliegen. En daardoor konden we deze groep waarnemen en ontdekken in het veld. Als ze vliegen zijn ze ook enorm. Hebben de spanwijdte van een steenarend. Echt groter dan ooievaars. In de broedtijd hebben de mannetjes die zijn spectaculair gekleurd. Helemaal met witte sierveren en pluimen. En dan werpen ze hun kop in hun nek en dan keren ze zich bijna binnenstebuiten met allemaal wolkende witte veren. Maar dit is eind juni en dan is het buiten de broedtijd en dan zien ze er allemaal veel rustiger gekleurd uit. Gemengde groep, mannen en vrouwen. De vrouwtjes die hebben veel slankere nek en grijze kop. De mannetjes die hebben wat roest nog aan de basis van hun nek. Het gaat niet goed met de trappen in Europa. Ze hebben grote, ongerepte gebieden nodig. Extensieve landbouw, het liefste steppes en gras. En die gebieden die worden steeds zeldzamer in Europa. Midden Spanje is echt nog een heel goed gebied. Hier in Portugal zijn ze eigenlijk vrij zeldzaam. Maar de Alentejo heeft het ook al een aantal steppengebieden waar je ze goed kunt waarnemen. Maar je moet er dus goed naar zoeken. Het is echt niet zo dat je langs een weggetje rijdt en dan hoppatee, dan zie je ze. Heel vroeger kwamen ze ook in Nederland voor, maar inmiddels al lang niet meer. Nou, lijkt me een mooie soort om toe te voegen aan je lijstje. Dat was hem, tot de volgende keer.